Ik hoop dat die voedselbank snel verdwijnt. Dat is alsof je ratten op straat ook voer blijft geven. BredaNu. Je weet het meteen. De armoedebestrijding in Breda wordt met €100.000 ingekort. Van een half miljoen naar 4 ton. Diverse organisaties en instellingen van groot tot klein die actief zijn in de aanpak van armoede krijgen te maken met bezuinigingen. Het subsidiebedrag dat de voedselbank krijgt gaat bijvoorbeeld terug van €30.000 naar €24.000. Aan onze vraag wat de inwoners van Breda vinden van deze bezuiniging op de armoedebestrijding. Wat vindt u ervan dat de gemeente gaat bezuinigen op armoedebestrijding? Dat vind ik niet leuk, want er zijn veel mensen die in armoede leven, dus dat mag gewoon niet gebeuren. Dat lijkt me geen goed plan. Ik denk dat ze wel beter op andere dingen kunnen bezuinigen. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Ik hoop dat die voedselbank snel verdwijnt. Dat is alsof je ratten op straat ook voer blijft geven. Daar komen er alleen maar meer van. Afschaffen. Bovendien armoede in Nederland. Er is allemaal geen armoede in Nederland als je gewoon gaat werken in plaats van dat je je hand ophoudt. Iedereen kan wat doen. Dus weg met die voedselbank. Ja, dat vind ik eigenlijk niet goed. Want ik vind het goed als ze mensen gaan helpen die minder geld hebben. Dus ik vind het, dat ze daar dan aan gaan op bezuinigen, vind ik eigenlijk, niet goed. Heel schandalig. En wat vindt u er precies schandalig aan? Ja, dat die mensen hebben het al zo slecht. En als ze dan nu nog eens een opduvel krijgen dat ze helemaal niks meer krijgen of nog veel minder. Ja, dat is geen goede zaak, vind ik. Ze moeten maar naar die bedrijven gaan die heel veel geld hebben en veel geld aan ons vaak verdienen. Daar moeten ze het maar gaan halen, vind ik. En het blijkt namelijk uit de gesprekken met die mensen dat ze dus min of meer ondergesneeuwd worden door grotere instanties. En dat is natuurlijk niet de bedoeling van dergelijke maatregelen. Want juist de armoedebestrijding die zit in de kleinere groepen. He, want de grotere groepen die hebben heel andere prioriteiten. En vandaar dat ik dus vind dat het niet op zijn plaats is. BredaNu. Je weet het meteen.